Ik ben zo benieuwd of Zelda hier ook nog ergens is. Ja, kijk, we horen Zelda roepen. Zit Zelda in dat hart gevangen of zo? Oké, ze zegt het spijt me, maar ik ben niet sterk genoeg. Ik houd hem niet meer. Oh, wow, nee! What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we verder met The Legend of Zelda Breath of the Wild op de Nintendo Switch. Jullie zien hier zo Hyrule Castle, daar in de verte is denk ik waar ik moet zijn om Ganon te verslaan. De vorige keer waren we via de andere kant gegaan, we waren via de linkerkant gegaan. En nu zijn we eigenlijk aan de rechterkant van het kasteel. Want ik ben nog best wel benieuwd of we gewoon hier andere dingen zullen gaan vinden dan aan de linkerkant. Daar vonden we natuurlijk Zelda's kamer en Zelda's studeerkamer. Terwijl ik hoop dat we dit gaan redden. Ik doe even snel mijn klimpakje aan, zodat we... Yes, oké. Zo zijn we sneller boven, want het regent een beetje. En dat is natuurlijk vrij irritant. Als we naar de plattegrond kijken hier zo, dan zien we duidelijk dat we nu aan de rechterkant zitten. En de vorige keer zijn we dus via de andere kant gegaan. Kijken of we hier gewoon een normale manier naar boven kunnen. Volgens mij... Oh, hier wel een waterval. We kunnen wel met onze Zora-kleding kunnen we natuurlijk wel hier de waterval op. Kijk, dan hebben we nu deze outfit. En dan kunnen we gewoon... Oh, er ligt daar trouwens een kistje. Nou ja, laat maar zitten. Is deze waterval trouwens goed genoeg? Of... Nee, zo te zien kunnen we daar helemaal niet op. Ah! Deze waterval is niet goed genoeg, jongens. Nou, dan gaan we weer weg. Want we worden gezien door allerlei wachters nu. En daar heb ik helemaal geen zin in. Oh, het is trouwens wel gestopt met regenen. Dus dat houdt in dat we nu gewoon lekker heel snel hier zo naar boven kunnen. Yes, oké. En dan zijn we nu in ieder geval bijna binnen. Kijk, hier kunnen we door dit raampje heen als het goed is. Yes, oké. Nice. Ik zag hierboven trouwens een wachter. Volgens mij hier. Of niet? Ja, zie je daarboven. Moeten we die uitschakelen of kijken? Nee, die kijkt alleen naar de andere kant. Dus die hoeven we niet per se uit te schakelen. Ja, we gaan via deze kant. We kunnen hier naartoe vliegen. Zo, en hier naar boven klimmen. Yes, oké, moeten we even uitkijken voor die wachter daar zo. Dat hij ons niet ziet. Oké, die blijft aan die kant, of niet? Of gaat hij door? Nice, die blijft aan die kant. No! We zijn gezien. Oké, nice. Woe! Blijf spannend, jongen, met al die wachters elke keer hier zo. Er zat ook weer een wachter, maar die laat ik gewoon lekker zitten. Oh, ik denk dat we wel daar naartoe kunnen. Hey, en dat is tof. Ik zie daar nog een banner van vroeger. Nice. Ik heb hier zoveel zin in. Ik vind het echt zo tof. Oké, ik zie helemaal geen wachters, dus ik ga gewoon een gokje wagen. Ik ga er gewoon naartoe. Zo. Yes. Hier naartoe. Verder naar boven. Oké, cool. Hier is niemand. Hier is helemaal geen wachter, jongens. Hier zit gewoon helemaal niemand. Oh, wauw. Kunnen we gewoon doorlopen? Oh, vet. Oké, wat is dit? Is dit de eetzaal? Ja, dit is de eetzaal. Oké, ik zie daar... Ah! Wat? Ik heb je helemaal niet gezien, jongen. Ga weg. Wat? Bam, pak hem. Auw. Oké, pak hem gewoon. Pak hem maar gewoon links. Hoppakee, lekker de roek. Oké, deze gaan we wel klappen. Yes, oké. Okay, dit was voorlopig de enige die ons zag, dus dat is top. daar is er nog één. Wow, hier liggen allemaal eten, jongen. Dit is gevogelte XL, nice. En dit is echt gevogelte XXL. Woehoe, super cool. Oké, zullen we deze gewoon nog proberen te pakken? Zullen we nog gewoon een pijl in zijn kop schieten? Hoppakee. Kijk, hij is neer. Pak hem. Nice. Hij ligt. Pak hem nog een keer. Nice. Deze hebben we. Ja hoor, deze hebben we. Oké, lekker. Oké, deze kant van de zaal is in ieder geval vrij. Dan kunnen we hier alles oppakken. Modulga Vin. Oké, die is volgens mij best zeldzaam. Een watermeloentje. Looplotus, appel. Lekker man. Lekker. Altijd leuk om te gast te zijn in de eetzaal in Hyrule Castle natuurlijk. Ja, zullen we die twee gewoon lekker laten zitten? Want die komen sowieso tegelijk en dat is irritant. Ik zie hier allerlei gangen. Eens kijken wat hier is. Kijk, het komt toch allemaal op hetzelfde punt uit. Ah, super vet om in Hyrule Castle te lopen, jongens. Echt super awesome. We kunnen hier in. Maar we kunnen ook daar naartoe. Wat is hier allemaal, jongens? Wat is hier allemaal? Ik zie daar in ieder geval een oog. Oké, we gaan in ieder geval dat oog eventjes kapot schieten. Zo, hoppakee. Oh, shit. Oké, hij ziet ons. Yes, lekker.
geval dat mijn schild nu zo'n beetje kapot is. Of mijn zwaard bedoel ik natuurlijk. Mijn zwaard is kapot. Het meeste zwaard kan ik natuurlijk ook even gebruiken. Of oké, zo. Later, muscle. We hebben deze Moblin ook weer geklapt. Ah, dit voelt goed. Dit voelt goed. Dit voelt heel tof. Oké, waarschijnlijk zit er aan de andere kant ook nog een oog. Kunnen wij die zien vanaf hier? Volgens mij niet. Nee, helaas. Oké, dan kunnen we hier weer naar boven. Oh, daar is ook weer een oog. Oh, en een vijand. Gaan we eerst even die vijand pakken. Pak hem. Lekker. We kunnen daar nu dat oog neerschieten. Hoppakee. En wat komt er dan tevoorschijn? Oké. Dan komt er weer een nieuwe raampartij tevoorschijn. Dan kunnen we uit de raampjes kijken. Kom, gaan even. Of is dit... Is dit het balkon? Wow. Oké. Oh, een elektrozwaard. Die heb ik niet nodig. Die heb ik volgens mij al. Yes, ik heb een elektroslagzwaard zelfs. En die is volgens mij nog sterker. Ah, nice. Kistje. Geavanceerde pijlen. Oh, nice. 3 geavanceerde pijlen. Nice, die moet ik hebben. Kijk, deze koninklijke boog trouwens. Oh, daar heb ik er ook al heel veel van. Die heb ik ook niet nodig. Liggen hier nog normale pijlen. Alright. Oké, dus nu gaan we terug. Deze kant op. We kunnen hier jammer genoeg niet naar links. Oké, we zitten nu nog steeds wel in de buitenste ring. We moeten nog wel echt een stuk verder naar boven. Ik hoop dat jullie dit net zo tof vinden als ik om in deze... Ja, in dit kasteel rond te lopen. Ik zou hier wel uren kunnen rondlopen, denk ik. Maar ik kan ook hier... Bam! Deze muur opblazen. Dus dat doe ik. Dan kom... Oh, een Chica zwaard. Oh, die is wel vet. Ah, die is echt vet. Oké, let's go. Zijn dit de kerkers trouwens? Volgens mij zijn dit de kerkers. Oh, is die raak? Ja, hij was raak. Oké, ik gooi hem een beetje scheef. Oh, daar zit alleen een vijand in. Doei. Ik hoef jou niet te zien. Laat me lekker zitten. Oké, dan gaan we nu hier naartoe. Dan zien we hier nog een... Die kan ik ook openmaken. En wat zit hier dan? Dit is een verroest slagzwaard. Nou, daar hebben we niet zoveel aan. Waar zijn we nu weer beland dan? Kijk, ik vind het super tof. Ik had natuurlijk wel dezelfde route als de vorige keer kunnen pakken. Maar dat zou lang niet zo leuk zijn, want dan zou je weer precies hetzelfde zien. Ik ga hier even een bom naar beneden gooien, want ik zag daar een vijand. Ja, precies. Die heb ik nu geraakt met mijn bom. Zo, je hebt wel een sick wapen, vriend. Hoppakee. Die was raar. Oh, bam. Pak hem. Lekker. Zo, hier staan veel wapens. Kijk, dit koninklijk slagzwaard. Een koninklijke boog. Wow. Ja, een Chica Shield. Ah, die is ook vet. Wow, ik moet dit allemaal hebben, man. Ik wil dit allemaal. Oké, waarom heb ik een deksel in mijn inventory? Ga weg met je deksel. Ik hoef geen deksel. Geef me dit Chica Shield gewoon. Dan gaan we lekker verder. Ik moet wel een beetje voorzichtig zijn, want straks komen we allemaal vijanden weer tegen hier. Kijk, dit bedoel ik dus. Oké, raak hem. Lekker. Hoppakee. Nice. Pak hem met je... Yes! Hoppakee. Alright, let's go. Wat is hier nou weer allemaal gaande? Daar staat ook weer een zwaard. Ik wist oprecht niet dat dit Hyrule Castle nog zoveel te verbergen had. Ik dacht echt dat het een of andere bouwval zal zijn, waar gewoon niks meer te vinden was. Dit is een tweehandig ijszwaard. En wat is dit dan weer voor kamer, jongens? Dit is de bibliotheek. Oké, wat is er allemaal te vinden in de bibliotheek? Wat doe jij? Waarom zie jij ons? Hop. Later. Hallo. Hoe is het? Zal ik jou ook even nakken dan? Hoppakee. Kijk, als je ze eenmaal hebt, dan lukt het wel. Dan is het allemaal niet zo moeilijk meer. Volgens mij is hier echt niet zo heel veel te beleven. Kunnen we deze nog even oppakken? Oh, kijk, kunnen we deze deur openmaken? Draaien. Ah, kijk. Zo doen we dat. Oh, aan die kant trouwens ook. Daar is ook nog een deur die we open kunnen maken. Waar komen we dan terecht, joh? Zitten we nu in een of andere geheime omgeving? In ieder geval ligt er hier een kistje. Wat zit er in het kistje, jongens? Wat zit er in het kistje? Ah, een zilveren roepie. Dan maken we even deze steen kapot. Zo. Dan gaan we nog even naar de andere kant. Gaan we die andere deur ook openen. Sesam, open nu. Hoppakee. Nice. Oh, oké, waar komen we dan nou weer terecht? In een of andere kelder? Dit heeft echt nog wel veel geheimen gewoon, jongen. Oké, wat is dit? Wat is dit? De aanlegplaats, oké. Dus hier kwamen vroeger de boten of zo. Gebeurt er wat als ze dit aansteken? Trouwens. Gebeurt er dan iets? Kijk, er gebeurt zeker wel iets. En wat gebeurt er? Een tempel. Of niet? Nice! We hebben gewoon een tempel. Dus voortaan kunnen we gewoon
in kasteel Hyrule gaan warpen. Dan kunnen we gewoon de volgende keer gelijk hier beginnen. En dan zitten we gewoon in kasteel Hyrule. Dus dit is super nice dat ik dit heb gevonden. Ah, hier ben ik blij mee. Hier ben ik blij mee. Dit scheelt echt heel veel werk. Dit scheelt echt heel veel werk. Nice. Zo, en daar beneden is dan ook nog allemaal ding. Dit is echt serieus groot, jongen. Ik had het echt oprecht niet verwacht dat dit zo groot zou zijn als dat het is. Nou, we gaan gewoon even proberen deze tempel op te lossen. Want we zijn er nou toch? De gevorderde krachtmeting. Oké. Ik hoop niet dat al mijn wapens nu kapot gaan. Dat zou echt super jammer zijn. Kijk, we kunnen hier altijd heel goed elektropijlen gebruiken. Want dan, kijk, dan doen we dit. En dan kunnen we gewoon even een paar tikken uitdelen. Dat doen we gewoon een paar keer. Zo, oké, nog een keer. Nice. Bam, bam. Nog een keertje. Zo. Oké, dit schiet in ieder geval lekker op. En dan is mijn Shikaboog wel kapot. Heb ik zo'n vermoeden. Nou, nog een keer. Oké, dit is de laatste keer. Raak hem maar. Oké, wat ga je doen? Ga je rondjes draaien? Oké, top. Hij gaat rondjes draaien. Dan kunnen we daar zo inspringen. Dan kunnen we hem targeten. En bam! Hoppakee. Nice. Klap hem. Heel goed, Link. Heel goed, heel goed. En nu is mijn nanobel dus kapot. Dan gaan we door met het nanozwaard. Geef hem tikken. En dat was het. Nice. Nanozwaard plus pakken we op. En dan hebben we gewoon deze... wat is het? Het is geen Guardian. Dan hebben we dit figuurtje verslagen. Kom even niet op hoe dat ding heet. Maar dat maakt ook niet uit. We krijgen maar één nanozwaard. Heel vaak vallen er nog veel meer... heel vaak vallen er nog veel meer wapens uit. Deze nanobel wil ik eigenlijk ook nog wel meenemen. En dan hebben we deze tempel opgelost. En dan kunnen we gewoon altijd hier naartoe warpen. Daar ben ik echt wel heel erg blij mee. Echt, dat scheelt een hele hoop werk. Wat zit er dan nog in het kistje? In het kistje zit één... Wat is het? Een vuurzwaard. Oké, nou daar hebben we er al één of twee van. Dus die heb ik niet nodig. Dan ga ik alleen nog even mijn heldenbol ophalen. Ting! Kom maar. Yes! Lekker. Ik kan nu denk ik nog 27 tempels doen in totaal. Wat inhoudt dat ik dus al mijn hartjes nog kan krijgen op dit moment. En ik heb nu dus al 93 van de 120 tempels in The Legend of Zelda Breath of the Wild gedaan. Dus dat is al best wel veel. Ik denk niet dat het heel erg veel zin heeft om daar naar beneden te gaan. Ook als ik op mijn map kijk, waar zit ik nu? Nee, we moeten eigenlijk gewoon naar boven zien te komen. Dus we gaan weer terug deze kant op. En dan komen we weer uit in de bibliotheek. En... nog steeds denk ik dat hier voor de rest niet zo heel veel te beleven is. Oh, hier. Deze kunnen we ook nog weghalen. Hop. Doei deur. Of kast. Of whatever you may be. Wat ligt hier? Oh, dit is de de studeerkamer van de koning. Oh, hoe vet is dit? En wat heeft de koning dan in zijn kistje zitten? Een gouden roepie. Hoppakee. 300 roepies maar liefst. En dan ga ik denk ik maar gewoon even zijn dagboek lezen. Jullie hebben in de herinneringen kunnen zien dat de vader van Zelda de koning niet altijd even aardig deed tegen Zelda. En hij herkende dat op een gegeven moment. En als Zelda terug zou komen, dan zou hij normaal met haar gaan praten, zei hij. Alleen jullie weten hoe het gegaan is. Zelda is op een gegeven moment niet meer teruggekomen. Dus hij heeft nooit kunnen zeggen tegen Zelda wat hij wilde zeggen tegen Zelda. En dat is natuurlijk best wel sneu. Terwijl we hier een brug kunnen bouwen. Dus ja, die lore die erin zit, die vind ik toch wel vet. Die filmpjes en dan die dagboeken die je kan lezen, dat is echt wel heel tof. Oh, wat is dit? Een geheim koninklijk recept nummer 2, de monstertaart. Met de monstertaart word je een soort van evil. Oké, dat is spannend. Ik wil wel eens kijken waar deze muur op uitkijkt eigenlijk. Is hier iets bijzonders of niet? Nee, volgens mij niet, maar we kunnen misschien wel via deze muur verder naar boven. Oh, we moeten alleen hier nog naar boven. Kunnen we dat doen, denk je? Ja, daar kunnen we wel naar boven, denk ik. Even kijken of dit lukt hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, oké, nice. Moeten we nu wel heel erg uitkijken dat we niet gespot worden door wachters. Kijk, dat bedoel ik dus. Ah, ga naar de andere kant, Link. Naar de andere kant. Yes. Oh, hier is ook een wachter. Ah, we moeten weg hier. Volgens mij was dat wel oké, volgens mij. Oké, we gaan het gewoon nog een keer hier proberen, jongens. Maar dan via de andere kant. We staan nu naast een wachter. Ik hoop een beetje dat hij mij niet ziet. En dat we er gewoon langs kunnen. Zo. En dan wil ik nu die meuk daar wegschieten. We worden nu wel gezien door een wachter. En lekker, die mist ons. Dan schiet ik nu deze meuk hier weg. Ga ik schuilen hier achter... dit plekje, zo, yes, lekker. Oké, nice. Oké, daar zie ik wel waterval. Misschien kunnen we die wel gebruiken met onze Zora suit. Ik hoop het een beetje. Ik hoop dat het gaat lukken, jongens. Ik hoop dat het lukt.
dat we hier naar boven kunnen met onze Zora kleding. Ja, lekker. Nice. Oké, nu komen we een end hoor. Nu komen we een end. Nu komen we heel ver. Snel naar binnen, Link. Snel naar binnen. Kom op. Yes. Oké, nice. Oké, we zijn in de kasteelhal. Oké, we zijn er bijna nu. We zijn er echt serieus bijna. Alright. We zijn in de kasteelhal. Gaat het hier gebeuren? Ik ga sowieso even gestoomde paddenstoelen eten. Dan heb ik vet veel extra hartjes erbij. Kijk, dit voelt goed. Nice. Ik vind... Oh, kijk wat er boven hangt. Dit lijkt wel het hart of zo van Ganon. Oh, wat is dit? Oké, we gaan het zien, jongens. We gaan het zien. We gaan kijken of het hier gaat gebeuren. Ik ben zo benieuwd. Kijk, dit ziet er echt uit als een pompend hart. Oké, wat gebeurt er? Oh, we zien een Triforce. Ik ben zo benieuwd of Zelda hier ook nog ergens is. Link. Ja. Kijk, we horen Zelda roepen. Zit Zelda in dat hart gevangen of zo? Oké, ze zegt het spijt me, maar ik ben niet sterk genoeg. Ik houd hem niet meer. Oh! Ah, wow! Nee! Je sloopt heel het kasteel, vriend. Je sloopt heel het kasteel. Oké, wat gebeurt er? Oké, dit ziet er niet goed uit. Zelda heeft dus al die tijd Ganon in bedwang gehouden. Wat? Nee! Oké. Waar komen we terecht, jongens? Wat is dit? Holy shit. Wat is dit allemaal? En kijk hoe groot deze badass Ganon is. Ganon heeft normaal altijd een varkenskop. Ik ben benieuwd of deze Ganon ook een varkenskop heeft. Oké. Het ziet er in ieder geval uit als een of andere gigantische spin. Wat gaan we tegen? Ik ben een beetje onder de indruk. Kijk hoe lelijk die is. Wat gaan we doen tegen Ganon? Het onheil. Jongens, dit is de eindbaas. Hij heeft superveel armen en... Oké, wat kunnen we doen? Oké, dit is mijn moment. Ganon, bereid je voor op mijn wraak. Ze gaan dan natuurlijk allemaal die laserbeam schieten. Nice. We zagen Revali. En hier zien we Mipha. Dit is onze laatste kans. Het zal ons lukken. Ik hoop het. Ik hoop dat ik iets voor jullie kan doen. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiermee doen eigenlijk. Of jullie deze Ganon ietsje kleiner maken. Dankjewel, Daruk. Want die Ganon, hoe we hem net zagen, die ziet er wel ziek groot uit. Hier zien we Urbosa. We hebben er 100 jaar op moeten wachten. Hou vol, prinses. Dit is ons moment. Dit wordt epic, jongens. Dit wordt super epic. Oké. 4 keiharde laserbeams op kasteel Hyrule. Oké, dit kasteel. Ik weet niet of het nog overeind blijft staan. Maar Ganon. Oké, Ganon ziet erbij wel hangen. Zo te zien. Kijk dan. Wow, lekker. Oh, ik wou al zeggen, hebben we hem gewoon in 1 keer neer, maar dat niet. Hij is voor de helft kapot. En de tweede helft, dat moeten wij dan gaan doen, denk ik. Dank jullie wel, Titanen, voor jullie hulp. Oké. Hij staat nu. Hij is nog niet klaar mee. Hij is er zeker nog niet klaar mee. En ik denk dat nu het gevecht ongeveer wel gaat beginnen. Pak je meesterzwaard. Yes. Alright. Kunnen we hem ook raken met pijlen? Oké. Hoe gaan we dit doen? Sowieso gebruik ik wel even Daruk. En gewoon nog een keer. En hoppakee, nu kunnen we hem op zijn knar slaan. Nice. Kunnen we hem ook met pijlen raken? Ja, we kunnen hem zeker met pijlen raken. Ik ga even mijn beste boog gebruiken. En ik gebruik geavanceerde pijlen. Zullen die werken tegen deze gast? Oh, misschien wel tegen zijn arm. Kijk, hoppakee, nice. Dat werkt. Nu moeten we snel wegspringen. Dan kan ik misschien nu een bompijl op zijn hoofd schieten. Gaat dat werken? Oké, wat ga je doen, jongen? Wat ga je doen? Oké, hij gaat vliegen. Hij gaat vliegen. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen dan? Oké. We moeten waarschijnlijk nu met... kunnen we dit oppakken met Magnesis? Nee. We kunnen dit wel stilzetten natuurlijk. Met deze kracht. En dan
Kunnen we deze gewoon keihard naar hem terugslaan? Misschien? Of gaat hij breken op deze manier? Dat kan natuurlijk ook. Volgens mij is die mis. Raken we hem? Yes, nice, oké. Okay. Dat is top. Oké, okay. Hij is neer. We kunnen hem slaan. Kijk, dit gaat lekker. Dit gaat super lekker. Kunnen we hem ook stilzetten? Dat zou even lekker zijn. Kijk, hoppakee. Nice. Nice. Oké, we moeten daar denk ik weer een geavanceerde pijl voor gebruiken. Dan kunnen we dat in ieder geval ook... Ah, jammer, we waren net te laat. Anders hadden we hem gewoon nog een keer kunnen raken. Oké, dit gaat lekker. Dit gaat heel lekker. Top. Nu weer even een bompijl op zijn hoofd. Nice, daarmee raken we hem. Oh, en we krijgen weer een geavanceerde pijl. Ah, ik ben steeds net te laat met die geavanceerde pijlen. Dat is wel jammer. Die moet ik even sneller doorkrijgen. Wat gebeurt er trouwens als we een elektropijl op hem schieten? Daar heeft hij niet zoveel last van. Oh, daar kunnen we weer een geavanceerde pijl. Yes! Oh, hè? We missen gewoon. Shit, we misten. Dat is jammer. Oké, even wegrennen. Dan komt hij waarschijnlijk weer met al die blokken aanzetten. Ik pak mijn bompijlen er weer bij. Oh, dit is heel wat anders wat hij nu opeens gaat doen. En wat is dit? Kunnen we daarvan weglopen? Ik denk het wel. Dat gaat waarschijnlijk de grond in de fik zetten. Oh shit, dat is een bom. Ah man. Oké. We moeten natuurlijk gewoon even leren wat hij allemaal doet. Zo, hou eens even op. Wat kunnen we hier tegen doen? Tegen die wind. Die is echt super irritant. Oké, bompijl. En oké, nice. Oké, we hebben hem nu denk ik in zijn laatste fase. Oké. Wat heeft dit te betekenen? Kunnen we jou überhaupt nog raken of hoe zit het? Oké, die kunnen we gewoon makkelijk ontwijken. Wat moeten we doen, jongens? Daarmee kunnen we hem niet raken. Wacht even. Ik heb sowieso ook nog dit geavanceerde schild. En daarmee kunnen we natuurlijk deze kunnen we gewoon terugkaatsen, toch? Ah! Nee! Oké, wat moeten we doen? Serieus, wat kunnen we doen? Kan ik de omgeving ervoor gebruiken? Nee, volgens mij ook niet. Ja, dit. Kunnen we hem nu raken? Yes, oké. We moeten dus counteren. Zo, ik zat even helemaal in mijn focus. Kunnen we hem nu ook stilzetten, want anders worden we nu keihard geraakt, denk ik. Dat bedoel ik. Dat is jammer. Oké, dus zo moeten we dit doen. Oké, ik weet gewoon niet hoe je deze moet counteren. Ik weet dat je dit ook moet kunnen counteren, maar ik weet niet meer hoe je dat moet doen. Dus dit is een beetje jammer. Ik moet echt wachten tot hij weer begint te slaan en dan hopen dat ik bij die slag kan counteren. Hou eens op met schieten. Oké, kom je weer gezellig naar beneden nou of... Top. En nou weer 100 keer schieten. Kijk, kan ik je... Ja, precies. En dan nu gewoon met Urbosa... Ah nee, dat duurt echt veel te kort. Dat duurt echt veel te kort. Kijk, wat is ook een beetje vervelend is dat het geluid niet gelijk loopt. Dus ik kan dit bijna onmogelijk timen. Kijk, ik heb het nou wel weer een keer, dus ik ben hier wel heel erg blij mee. Maar ik moet het echt nog een paar keer gaan doen. Ja, nu weer lekker. Klap hem. Oké. Dit nog 1 of 2 keer doen. En dan zijn we er. Nu wegwezen. Yes, lekker. Oké, blijf je beneden? Nee, je gaat weer als een poesie naar boven natuurlijk. Je gaat elke keer als een poesie naar boven. Stomme Ganon. Oké, we gaan hem nu gewoon... Ja, hoppakee. En gewoon klappen. Lekker. Gewoon de Rook's Protection gebruiken. Hoppakee. Lekker. Zo, yes. Oké, nu hoeven we hem denk ik nog maar 1 keer te counteren. En dan hebben we het gewoon gefixt. Hoop ik. Tenzij hij nog een derde vorm heeft of zo. We staan in de fik. No. Volgende poging. Ja, nu hebben we hem. Pak hem ding, alsjeblieft. Yes. Ha, daar is die. Ganon is down. Ganon is hartstikke down. En blijft het dan hierbij? Ik hoop het wel. Ik hoop dat het hierbij blijft. Of gaat hij nog voor een verrassing zorgen? Nee, hij leeft nog. Kunnen de Divine Beast, de Titans, mij helpen? Oké, is het wel klaar? Nee hoor. Of wel? Is het nou klaar of niet? Ik snap er niks van. Ben je dood of niet, Ken?
Ga je nou nog trucjes doen? Dat moet haast wel. Het moet haast wel. Oké. Okay. Ja. Nee! Hij is kapot! Hij is hartstikke kapot, jongens. Dit was het, denk ik. Ja, hij is weg. Dit was het. Dit was het einde van Ganon. Hebben we het gewoon gefixt? In één keer, hè? In één keer. We hebben het dan in één keer gefixt. Dat zou echt super nice zijn. Hoeveel... Jullie weten nog hoeveel moeite ik misschien had met de eerste boss. Die hebben jullie gezien. Dat was in dat was de waterfantoom. Toen wist ik nog niet zo goed hoe ik al mijn krachten moest gebruiken en zo. En dat lukte niet. En dan hebben we deze, de eindbaas, gewoon in één keer gefixt. Dit is wel super nice. Nou, heb ik volgens mij ook gehoord dat als je alle herinneringen hebt, dat je dan een soort van true ending krijgt of zo. En we hebben natuurlijk alle herinneringen. Dat hebben jullie in het vorige filmpje kunnen zien. Terwijl dit er nog niet echt heel erg lekker uitziet. Ganon komt uit een duister verleden. Hij is het vlees geworden kwaad. Dat keer op keer herreizen. Dat is het verhaal van elke Zelda game in principe. Hij heeft zijn lichaam opgegeven en deze boosaardige vorm aangenomen. Is het dan nog niet klaar, jongens? Als hij onze wereld weet te betreden, zal de verwoesting weer... Oh, nee. Nee! Nee, we hebben nog een Demon Ganon. Of, ik vertrouw de lichtboog aan jou toe. Een wapen dat dit kwaad kan verdrijven. Oké, dan moeten we daar wel plek voor hebben. Link, misschien ben je nog niet volledig hersteld of herinner je nog niet alles. Hé, Zelda, ik hoop trouwens wel dat jij nog gewoon leeft. Ik zou het echt niet leuk vinden als jij kapot bent. Wat gaan we doen? Maar moed hoef je je niet te herinneren. Wow, kijk dan. Deze Ganon is freaking groot, jongen. Oké, we hebben de lichtboog. Wow, die is supersterk. Een boog die je van Zelda hebt gekregen. Voor het laatste gevecht met Demon Ganon. Als een held hem gebruikt, vuurt hij lichtpijlen af om onheil mee te verslaan. Kunnen we gewoon gelijk keihard schieten dan? Kunnen we hem daarmee gewoon raken? Of, wat is de bedoeling? Oké, rennen. En schiet. We kunnen hem niet raken. Oh, wacht, serieus, ben ik zo nerd dat ik gewoon... Pak eens je boog. Ah, ik dacht dat hij automatisch die lichtboog wel zou gebruiken, maar ik gebruik niet automatisch die lichtboog. Wauw, oké. Kunnen we die ook raken daar? Hoppakee, 2. Kunnen we die ook nog raken daar? Hoppakee, 3. Nice. Oké, dan moeten we nu dus straks naar de andere kant. Wauw. Oké dan. Man, ik dacht echt, waarom lukt het nou niet? Maar dat kwam dus gewoon puur... Wacht even hoor. Moeten we even uitkijken dat we niet precies in zijn baan gaan staan. Maar dat kwam dus puur omdat de lichtboog nog niet aanstond. Wauw. Ik denk, ik heb net die lichtboog opgepakt. We zullen vast wel die lichtboog gewoon automatisch gebruiken. Maar dat gaat dus even mooi niet door. Ik weet trouwens niet waar hij op schiet. Maar hij schiet niet op mij. Dus dat is super fijn. We kunnen hem op deze manier raken. Kan ik gewoon eraf springen? Oké, ja, dat kan. Kan ik hem daar raken? Ja, die hebben we geraakt. Kan ik hem daar raken? Ja, die hebben we ook. En dan daar nog. Hoppakee, nice. Waar moeten we hem nu nog raken? Want ik zie nu geen lichtpunt meer. Zelda is blij. Zelda zegt het werkt. Het is wel tof om even weer samen te werken met Zelda. En net als alle andere titanen, zeg maar, die zijn allemaal teruggekomen. Dus ik verwacht een beetje dat Zelda eigenlijk ook nog wel terugkomt. Volgens mij kunnen we redelijk chillen. Want deze Ganon dude, die ik weet niet waar hij mee bezig is. Maar die Ganon van de net, die was wel even een tikkie moeilijker volgens mij. Volgens mij valt deze echt wel reuze mee. Kijk, hij gaat weer schieten. Maar dat duurt super lang. Dus we kunnen gewoon chillen. Oh, kijk, eronder. Onder hem. We moeten helemaal onder hem. Kom op, paardje. Kom op, Epona. Lekker. Lekker. Sneller. Pak hem. We pakken hem. Oh, die was mis. Of was die raak? Nee, hij was raak. Oké, nice. Nice. We zijn er bijna. Hij is trouwens wel tof. Moet je kijken hoe groot dit beest is, jongen. Demon Ganon. Holy moly. Oké, waar? Wat gebeurt er? Waar moet ik naar kijken? Oh shit, daar moet ik naar kijken. Dit is de diepste wezen van Ganon zelf. Doe wat je moet doen. Ik moet denk ik zo omhoog. Of kan ik hem raken vanaf hier? Dat zou wel nice zijn.
Oh nee, nee. Wow. Wow, nee. Oké. Okay. Kunnen we hem raken vanaf hier? Oh, die was mis. Die was mis. Oké. Okay. Ik ga weer even wat eten. Want het gaat me toch niet gebeuren dat ik nu op het laatste moment nog dood ga. Dat kan niet. Gebruik zijn aanvallen in je voordeel. Ja, want nu komt er natuurlijk allemaal wind, toch, naar boven. Als die dit doet. Dan kunnen we toch de lucht in. Juist, oké. Okay. En nu, ja, dit is hem. Dit is hem. Niet? Jawel toch? Dat was hem toch, of niet? Oké, we kunnen weer naar boven. En raak hem. Raak hem link. Lekker! Lekker! We hebben hem! Oké, ik verwacht niet dat hij nou nog een keer terugkomt hoor. Met zijn zwijnenkop. Oké. Hebben we hem verslagen? Ik denk dat Zelda daar... Ja, dat Zelda dus in Ganon zat soort van... Ja, kijk, daar is ze hoor. Daar is ze. Maak het maar af Zelda. Doe jij het maar gewoon. Met je superkracht. Kan je dat? Kan je dat nu? Je vader zou echt super trots op je zijn, hè? Je vader zou super trots op je zijn als jij dit zou fixen. Ik wil eigenlijk gewoon niet praten nu, jongens. Ik wil gewoon kijken naar wat er gebeurt. Hoe het einde van The Legend of Zelda Breath of the Wild daadwerkelijk is. Kijk Ganon gaan. Hij gaat nog één keer boos doen. En dan komt Zelda in actie. Oké, Zelda's licht. Lekker hoor. Ja. Nu heb je een probleem, Ganon. Nu heb je een probleem. Super nice. Super nice. Vertrek. Ga weg. Ga weg. Ik wil weer gewoon in kasteel Hyrule kunnen rondlopen zonder dat ik last heb van jou. En van je stomme, glibberige meuk die je elke keer achterlaat. Ja, Zelda is een baas. Oké. De kracht van de Triforce is sterk genoeg om deze Ganon te nakken. Dat weet ik zeker. Dat moet wel. Kijk. Doei. Doei Ganon. Ah, dit is echt super awesome. Ja. Ganon is gevangen. Ganon is weg. Weet ik voor waar die is. Het is klaar met hem. En we hebben de missie Koninkrijk in gevaar. En dat was de laatste hoofdmissie. Hebben we gefixt. Dit is echt een super lange video geworden. Ik had niet verwacht dat we uiteindelijk nog Ganon zouden verslaan. Maar toen we er waren wilde ik het ook gewoon gelijk proberen natuurlijk. Ik kon niet meer wachten. Dus dit is een hele lange video geworden. En ik hoop dat jullie blij zijn dat het een lange video is. Ik heb gezien wat je hebt gedaan. En we komen Zelda eindelijk weer tegen. Ze heeft altijd geloofd dat jij zou ontdekken hoe Ganon te verslaan is. Al die jaren heb ik nooit aan je getwijfeld. Nee, jij bedankt Zelda. Dat je mij in die resurrection shit hebt gestopt. Daardoor leef ik nog. Oh, wat wil je vragen? Tuurlijk! Come on! Jou vergeet ik niet. Toch, Link? Zeg even wat. Of knik ja. Doe iets! En dan horen we nu de epische muziek. En de aftiteling. Begint te spelen. Of gaat er nog iets komen? Krijgen we nog iets te zien? Nee. Oké, jongens, de aftiteling loopt inmiddels. Dit is denk ik een mooi moment om hem af te sluiten. Ik laat hem trouwens wel opnemen. Want ik ben toch wel heel erg benieuwd of er misschien hierna nog iets gaat komen. Maar nu ga ik de video alvast afsluiten. En als er nog iets nagebeurt, nou ja, dan gooi ik dat hierna. Dus blijf zeker kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en ik moet een nieuwe serie gaan verzinnen. Er komt nieuwe Zelda DLC over 2 weken, die gaan we spelen. Maar tot die tijd moet ik misschien wel een nieuwe serie gaan verzinnen. Laat even weten welke serie jullie willen zien. En nogmaals, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie later. Mazzel! Thank you.
make our way to Zora's domain. Divine Beast Varuta looks like it's stopped working. Let's investigate the situation. Mifa's father. I believe he would like to hear more about her. The least we can do is visit him and offer him some closure. Although Ganon is gone for now, there is still so much more for us to do, and so many painful memories that we must bear. I believe in my heart that if all of us work together, we can restore Hyrule to its former glory. Perhaps even beyond, but it all must start with us. Let's be off. I can no longer hear the voice inside the sword. I suppose it would make sense if my power had dwindled over the past 100 years. I'm surprised to admit it, but I can accept that.